3. Ah, oh, nee. Net mee weg. Ook nog gewacht. Wow. Oh, I'm fucking lucky. Normaal ben ik echt... Nou, ik heb best wel vaak geluk. Maar dat is eigenlijk. Sorry, ik had even je uitspraak. Ja. Die 104 is ook een goede geweest. Lekker in die kleine shopjes allemaal investeren. Voor mij is toch slim geweest. Ja, klopt. Ja, je krijgt nu echt... Tant hoeveel. Ja, ik heb de meeste shops hier dus. Waarom? Lekker veel ready cash ook. Hoog niks als al. Oh. Zo, die foto is naar 50. Ja. Ja, you're sure? Er moeten twee mensen achter elkaar staan voordat het een eiland is. Dus... 1. Ja. 2. Oh nou. My god, mijn nekhaar gaat overeind staan. Dit wordt fucking eng. Ja, ik ga niet nog een... Nee, je moet het ook niet doen. Ja, je moet er wel stoppen. Oh. Ja, je moet wel stoppen. Dat wel. Maar ik ga niet nog een keer plompen. Oh, ja. Zo. Dit is echt nu al een insane potje aan het worden, hoor. Nou, dat is de eerste draai. Slime, kom op, knop. Otter gaat er voor het eerst in de bak dat hij niet een keer niet hebt. Ik wou het zeggen, als je nu geen stoks koopt, dan verklaar ik hem echt voor gek. Nou, maar hij heeft nog zoveel geld. Je hebt zo tot hoeveel geld. Warp away, warp away, warp away, mark my words. Oeh, zo. Nog één keer, grip. Nou ja, 50 gold is 50 gold. Ja, dat is zeker waar. Dat kunnen heel veel mensen goed gebruiken. Hey, Milan, jij hier. Gaat hij eindelijk... Hij gaat voor het eerst... Oh nee, wacht, hij had al op. Hij stond op poort. Neem hem weer vast. Ja, en neem een monopolie over. Zoek de any shop or vacant plot. Nou. Er is nog één vacant plot over. Je kan het de winkel kopen als je wil. Het hoeft niet. Dat shop, hè. Dus je kan ook in de buurt van wat je nog moet hebben. Oh, je kan iemand anders een shop. Maar dan... Hoef je niet te... Ik zou dan op je eigen shop landen eerder. Want volgens mij, ik weet niet of het werkt dat je ook moet betalen op die ik plek. Ik snap... Oh, Je wordt geworpt naar waar je ook wil. Ah, je kan dan ook verkiezen om op je eigen 360 te landen. Dan ben je weer iets verder. Oké. Nee, dan snap ik het. Ja, dat kijk naar doen. Wat je nodig hebt. Ja. Ja. Dat had ik ook gedaan. Ja, je kan spruiten. Tot je volgende promotie zou ik niks doen. Neem een freebie. En dat is dan de laatste freebie. Oh. Nou, welke zou het toch zijn? Ja, de vis. Eiland. Oh! Nee. Waar? Oh, volgens mij heb ik je stok zien zitten, of niet? Nee, slime. Gelukkig. Oh, beter. Ik snap deze CPU echt niet. Nee, ik ook niet. Maar ja. Ik vind het wel grappig hoe dit potje gaat, want nu zou ik echt niet weten wie wat waar, weet je? Nou, ik ga echt niet winnen, hoor. Ja, of nee, moet iemand op het ene vakje komen? Ik wou het zeggen, iemand moet op die 3000 gaan landen, dan ben je binnen, hoor. Kom op, tenminste één slime. Oh, netjes. Dat is... Welk level ben je? 200? Nou, ja, je bent level 4, dus 200 gold. Ja, nice. Nou, mooi. Ja, het was toch 200 gold. Toch lekker meegenomen. Mhm. Milan laat er wel achter omdat hij de hele tijd het groene tegengaat. Als je dat niet had gehad, had hij goed gegaan. Nou, kies je omgang maar. Ja, ik ga helemaal naar boven. Ja, het valt mee. Maar je moet dat ding hebben, ja. Het was fucked. Ja. Kijk, het ding is, niemand landt heel veel op mijn spul. Nee, maar ik twee monopolies heb. Ja. Dat maakt het ook zo kwalijk. Ja, ik zal het gewoon doen. Ja.
stockprices veranderen niet zo heel veel. Ja, hij kan gewoon bij de bank komen. Het was wij wel weer. Oeh, nice. Dat is inderdaad een mooie hoeveelheid. Ja, tik mooi aan dat. En met stocks is het gewoon geluk hebben. Iemand geeft me... Hoe raar ik het vind dat ik nu eerst sta. Want als ik nu nadenk hoe het een half uur geleden was dat ik zwaar vierde stond. En dan dacht dat ik bankrupt zou gaan. Iedereen shop closed. Oh, dit vind ik top. Ja. Voor hoe lang? Eén beurt? Eén beurt en helemaal een keer. Dit vind ik echt top. Nee, ik niet, want... Nee. Dat ik kunnen betalen nu. Mm-hmm. Niet die level up, alsjeblieft. Dat zou echt dik kut zijn. Het is de CPU, hè, dus. Als je eentje rechts had gegaan, was je gewoon level up gegaan, hè? Ja. Ja, dan hadden we in ons boek gepoept. Echt. Even kijken, wat moet nog? De hart en het ding, maar ja. Kijk. Netjes. Nou heeft iedereen daar eentje zitten. Even kijken, wat was mijn plan van de campagne? Horen de dingen niet weer... Oh. Ze zijn niet meer geclosed. Nee, de beurt is wat voorbij. Alleen die van slime zijn geclosed. Ja. Want ja, het is nog... hij is zo meteen weer aan de beurt aan, dus... Ja. Pompen. Ja, ik wil de game winnen, jongens. Ja, dus, nee, snap ik. Ik heb alleen Milan, volgens mij. Yep. Dat vind ik altijd fijn, want ik mag zo stocks kopen, dus... En ik crash niet mezelf, dat is wel kut. Oh wacht, dat is geen ready geld. Nee, moment. Oh, win het niet! Oh, ja, je weet het niet, je weet het niet. Als je één gooit... Of hij moet nu gedwongen één gooien. Mm. Oh, yo. Dit is een heel interessant potje aan het worden. Ja. Ja, deze wordt spannend nog hoor, jongens. Dit is echt een heel interessant potje aan het worden. Want wij helpen... Milan, ik weet niet of je door hebt, maar wij helpen jou nu het zaal erin, hè? Mm-hmm. Nou, nu wil ik al heel vriendelijk aankijken en verland op die 1900. Ja, weet niet goed. Ben ik ook niet. Oeh, Milan is back in the game. Waar zullen we stokjes kopen? Ik heb nog helemaal geen stok bij mezelf. Hè? Ik wou dat zeggen, ik zal stokjes bij jezelf gaan kopen, want... Ja. Niet eens zoveel verkopen. Nee, omdat hij op 42 gold al staat, hè? Ja, dan nu de keuze, waar ga je heen? Pump it up, you got to pump it up, you let it know, pump it up. Ik ben weer terug waar ik was. Qua stocks ben ik weer terug waar ik was, zo groot. You got to pump it up, let it know, pump it up, you got to pump it up. Zo, hey jongen, succes! Ja. En ik help Milan nog meer het zadel in. Ja, moet je nagaan. Ik stond heel lang... Jordi is dus van het eerste weer naar laatste gegaan. Ja, omdat niemand op mijn ding landt. Kan je nagaan dat je dus... Dat is dus het maken dus fucked. Omdat ik dus de volgende... Oh! Het is echt niet te geloven de hele tijd. Nee, Milan, ik wil zeggen, join the club, want iemand landt op mijn ding. Ah, die slime die is echt wel stealthy, hoor.
Ja, nogal, ja. Oeh, je zou maar één gooien zo. Ja, I know. Zo, ja, heb ik een probleem. Ik kan elkaar douchebag zijn. Dan ben je echt een teringleier. Dan ben je echt een teringleier. Maar dan geef je mij wel echt goed kans op de winst ook. Daarom. Ja, precies. En als we op 10.000 hadden gespeeld, had je dan nu gewonnen. Ja, daarom. Daar moest ik wel even naar de bank. Wat? Ja, rapapa. Ah. All shops in the district picked... Oh, rood. Oh, de random. Niemand maakt deze. Dit is gewoon puur random. Nou, dat zeg jij dan wel. Ik heb er twee shops, ja. Ja. Ik zeg maar. Het zijn er twee shops. Je hebt een monopolie aan de andere kant, dus... Ik had erger gevonden als dit een monopolie was geweest en je had die flink al ingepompt. Ja. Oh, dat zou kut zijn. Dan had ik het erger gevonden. Dus als het de linker was geweest, bij wijze van... Nou ja, je bent er ook bijna. Dit is echt een maf potje hoor. Ik vind het tot nu toe de leukste die we ooit gespeeld hebben. Mm-hmm. Oh, 100 gold. Nou oké. Nou top. 300. Thanks guys. Ik sta in... Oh. Tuurlijk. Oh fucking level 24? Ja, 100 gold, ja. We moeten echt uitkijken dat hij niet gaat winnen hoor. Oprecht. We moeten echt gaan uitkijken. Maar hij koopt zo weinig stocks elke keer. Ja. Ik zal alleen maar pompen, jongens. Zo kan... Als je dit nu goed uitspeelt, kan die al winnen. Jordi, you're fucking lucky. Ja, kom goed weg. Nou. Oh, mijn OCD gaat gewoon rustig door, hoor. Ja. Oeh, die is mooi. 5 van iedere district. Zo, netjes. Zo, tering. Bijna 500 gold in één keer. Dat tikt mooi aan. Nou, welke zou je toch nemen? Ja. Ja, ja, wat ga je doen? Ga je jezelf opluiten? Ja. Ja. Ik moet sowieso een klavertje doen, dus... Mm-hmm. Oh ja. Dat God, wat een pijn gaat dat doen, weer één stok. Mm. Dat is zo leuk aan Fortune Street, vind ik. Gewoon dat redden dat je één stok subscribe bent. Het grote voordeel nou, is op Jordi, dit eilandje alsjeblieft. Zit... Dankjewel. Het grote voordeel op dit eilandje zit is dat ik ook niks kwijtraak. Aan geld. Nee, klopt. Ik kan niet op iemand anders komen, dus. 3. Ja, en naar rechts. Nee. Ik ben alweer van het eiland. Was een kort bezoek. Tot zover. Nou, tot het moet het hartje nog, dus het komt niet heel slecht uit. Oh nee. 700. Voor een shop die 100 kost. Is niet goed hoor. Nee. Dat zou ik niet doen, nee. Want dan geef je hem echt een... Force buyout 500. Zoiets, ja, wedden? Ja, dat stond er! Force buyout 500! Ja, ja, hallo! Maar dat is ook het achterlijke aandeel. Dat is even hem zo erg kost. Als hij nu zijn geld beeld, is hij klaar, hè? Ja. Hij moet, hij moet 15.000, toch? Ja, maar ja. Kijk eens hoeveel die heb. Ja, okay. Hij heeft aardig 14.800. Dit is zo'n gekke pot. Voor iemand die geen shops heeft. En stop. Oh, hij staat voor het eerst niet stil. Of wel? Zo. Oeh. Oh. Everyone, shop prices increased by 30%. Ja. Kijk maar wat er gebeurt met de shops. Die hield die van 3k land gek. Dus... Het is, als je op iemand op die zou landen, zou die al 4.000 hebben betaald. Oh, dit nog. Ja. Kom maar, oh, dit nog. Nee, laat maar. Wat was je van plan? Ding uitbaaien. Ja. Nee. Ja, op dit punt kan je dan beter zeggen fuck it en gewoon proberen op te landen. Oh, maar AI heb je al gezien. Die vraagt 8 keer zoveel, man. Waarom? Money! Money is echt een man. Hoe lang zijn we al bezig? Voor mijn gevoel ook al bijna anderhalf uur. Bijna anderhalf uur, ja. Het gaat lekker! Godverdomme, eerder dat je bij de bank bent.
Jij wilt echt interessant gaan maken. Waarom? Jullie, maar echt, waarom? Jullie reden? Ja? Ik heb promotie. Dus ik moet letterlijk nu even op de bank komen en heb ik weer geld. Ja, maar... Iedereen heeft zo'n technologie. Je bent mij zo wat de game aan het geven, hè? Ja, I know. Dat is het hele probleem met die stocks. Maar ja. Dat is een beetje het hele probleem. Ja, dat is makkelijk. Dat is het ding als mensen stocks eenmaal hebben. Je kan niet zo heel veel meer dingen doen. Want als mensen op jou gaan investeren, je komt er heel moeilijk vanaf. Mm-hmm. Klopt. Geef mij geld. Doe het. Slime. Iedereen. Oh mijn god! Het is echt niet te geloven dit. What the fuck is dit? Het is dat hij geen shops heeft, maar anders... Ja. Nou, komt die even goed uit? Ja. Jordi, ik ben echt benieuwd wat jij gaat krijgen in van je promotion. Ik ook, want ik heb volgens mij de meeste shops, toch? Ja. Ja, je hebt iedereen de meeste shops. Uiteindelijk is het dus tot nu toe uitgebleken dat die forced buyout, of tenminste die Monopoly kopen, dat heel slim is geweest. Mhm. Zegt degene die zometeen op 3000 gaat landen. Mark, ja, dat words. Hoop ik echt. Daar ben ik zo op aan het hopen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, Ham, geniet maar van het eiland. Oh, lekker! Haha, yeah! Nou, ik sta tenminste weer derde. Kijk. Oh, lucky. Vastlopert. Ja. Oh, zelfs wat ik had. Oeh. Je moet een shop verkopen. Je hebt geluk. Je hebt rechts nog een shop en je hebt links nog een shop. Ja. Oké, die vind ik bijzonder. Ja, ik had ook eerder gezegd de rechter gepakt. 6. Kom je weg? Ja. Oh, het is echt godverdomme niet te geloven. Nu is de vraag, komt de handen mee weg, ja of nee? Je bedoelt dat ik win hierdoor? Ja. Nee. Echt niet. Ja, je hebt dat te weinig, geloof ik nooit. Je hebt te weinig shops, dus je promotie... Nee hoor, dat niet. Maar ik heb wel, qua stocks kan het wel. Joh, waar zou je toch op landen? You got to pump it up. You know you pump it up. Iemand gaat er straks op landen en dat doet slime. Wedden, slime gaat op een grote landen. Hoop het. Ja, ik hoop het ook. Nou, 4. Nou, Nilan, je kan het. Je kan je shop weer terugkopen. Land even op die 1850, dan kan je voetbal kijken. Dan kun je voetbal kijken. Even kijken, is er al gescoord? Nee. Ja, gaan stokjes kopen. Ja, nu moet je gaan nadenken, want dit is endgame. Ja. Het ik beste is wel... Kijk, het beste wat je kan doen is nog steeds in het hoogste district investeren. Als ik daar een monopolie kan krijgen en ik investeer daarin, krijg je meteen heel veel spul eruit. Ja. Dat is één ding. En de andere is... Ja, maar alles waar je je eigen... Het enige wat ik zou doen, ik zou altijd investeren in mijn eigen monopolie. Behalve nu bij mijn eigen. Ja, want niemand landt erop. Dat is een beetje het probleem. Daarom investeer ik. Ja. Ja, ik zal op die investeren. Ja? Dat is wat ik zou doen. Omdat daar ook de meeste stocks in omgaan. Ja, dat is waar. En nu gaat het met 3 omhoog. Dus op zich, het is geen verkeerde keuze om te doen. Mm-hmm. Nou ja. Ja, wat jongens, zal het toch zijn, Milan? Ja. Je hebt kans dat Milan me nu de game hebt gegeven. Dat zou best kunnen. Omdat hij de stocks erin heeft gezet. Ja, mogelijk, ja. We zullen zien. Waarom ga je dan niet uit dat district halen als je kans hebt dat ik... Nee, niet. Oh, ja. Nee, is niet genoeg. Maar lange na niet zelfs. 2. Oh, bang voor 6. Maar ja, zo zie je maar hoe raar dit spel eigenlijk is.
Yep. Oh. Want als je puur kijkt naar het bord, zou je denken, Jordi wint. Want ik heb bijna 3 monopolies. Maar ja, omdat Harm goed bezig is geweest met zijn stocks. Ja, dat is mijn winst. Ja. Wat is dit? Jezus. Ja, hij is klaar. Roosje! Hij is klaar. Oh, 98! Kom! Ik sta wel tweede. Ja, klopt. Ik ga letterlijk laatste. Laat het ook maar gewoon zien van... Ja, Jordi hebt de fucking Monopoly! Oh, ik heb 2 Monopolies! Hey! Wat? Wat is hij van plan? Hij heeft me uitgekocht, die bitch. Ja. Jezus Christus. Ja, dat is het probleem. Ik heb heel veel stocks in het begin wegverkocht. En daar heb ik die ruimte. Ja, dat is je probleem geweest, hè? Ja, maar ja. Jij hebt precies het probleem, want ik... Zien jullie dit probleem? Had. Ja, land even op die van mij graag. Hier is het ding, land je op die van mij graag. Ja. Waarom doe je dit? Ja, omdat jij... Waarom zou je meer gaan kopen? Nou ja, naar verhouding kost het hem niks, want hij heeft wat stocks erin, hè? Dus het kostte hem was 1600. Milan snapt het nou, Han wil gewoon graag voetbal kijken en wil het potje klaar hebben. Nee, ik zit te denken waarom je die keuze hebt gemaakt, want er zit geen logische reden achter. Jij sowieso wint als ik jou toegeven, zo voel je ze zo meteen niet meer. Als je deze wint, dan is het al klaar. Otwerstorpdroom. Hij zou zo meteen maar op 3000 komen. Ah ja, als je op die 3000 zit, dan wordt het inderdaad nog spannend, ja. Dan wordt het echt fucking random. Want dan kan Milan al met een promotie klaar zijn. Ja. Wil iemand... Ja, ik wil net zeggen, kan iemand klikken, maar... Wauw. Ah, vorig had je gewonnen, dus... Ja, net aan het einde. Waluigi. Yes! Net ook, hè? Weet je dat ik hiermee al de game heb gewonnen, waarschijnlijk? Ja, I know. Ja, maar nu ga ik op Milan landen. Mark my words. Ja, mark my words, I'm gonna land on him. En dat is het mooiste aan Fortune Street, vind ik. Hij staat nu voor, hè? Hij staat nu heel erg mooi voor. Mm-hmm. Maar ieder moment kan ik gewoon zijn van... Uh-oh. Ik moet dus nu gaan uitkijken. Oepsie. Want nu kan het heel hard gaan. Oh, fuck. Kerel. Wie komt het eerst naar de bank? Jij? Maar je hebt geen promotion. Oh my god. French or Suit Square? Waarom kies je niet voor groen? Ja, dan waarom? Naar boven. Dan kan je die 3000 toch overslaan? Je kan elke kant op, hè? Onthoud dat. I know. Dit is gratis advies terwijl ik hier fucking dichtbij bent. Nee, klopt. Maar ik was even aan het kijken van wat is... Slim. Weer een warp. Oké. Al mijn dingen zijn de helft, dus... Eindelijk een beetje andere muziek. Ja. Dit gaat echt een fucking nek en nek race worden, gek. Mm-hmm. Hoeveel moet ik? 9. En dan kun je 1 stok voor op A verkopen. Dat is E ook goed. Hé, hey, ik krijg een keer geld. Jee. Ja. Als je dat doet, naai je jezelf. Want dan ga je stokwaarde ook naar beneden. Want het... Ik zat er wel over na te denken, want ja. Ik zat te denken, dan kan die 3, gaat die 3000 omlaag. Het is dat jij het nu zegt. Wat is die slime aan het doen? Hij zou de game ook aan het geven. Als Jordi wint op dit, wordt gek, hè? Ja. Yo. Nou, Milan, zullen we eens even een red race van maken? Nee, maak, doe normaal.
Dank je. Nou, we hadden een red race van kunnen maken. Ga naar beneden. Ja, je had er een... Ik heb nu daadwerkelijk gewoon... Ik heb daadwerkelijk zelf het bedrag gewoon betaald wat ik eigenlijk zou moeten doen. Ja, kom op. Mila, geef even de weg. Ja, wat zal die doen? Godver. Het is fucking een red race. Wie als eerste naar de bank komt. Nee hoor, want voorlopig is het voor jou 37 en voor mij is het gewoon 4. Oh, so close. Ik ben weer onder de ding. Ja. Nee, net niet volgens mij. Nee, volgens mij net niet. Nee, net niet. Nee, 16 net. Wat is deze slime aan het doen? Wat is hij aan het doen? Yo, wat is gaande? Wat is gaande? Wat voor game? Ga je nou echt Milan? Ga je nou echt Milan de game geven? Nou, als ben je dit nou echt aan het doen? Maar hoezo wordt dit mijn game? Ik mis nu toch heel veel. Hij heb je toch gebaaid, uitgebaaid. Ja, maar toch voor bijna niks. Oh, nee, stel, jij komt er zo op, hè. Dan... Oh my! Nee! Niet op deze manier winnen! Twee. What a fucking red race. Twee. Oh nee, nu is het geen 3000 meer. Nou, ik heb je gered, hoor. Graag gedaan. Oh. Jordi, hoe dan? Serieus dan? Nou, als het 3000 was, was je helemaal de Sjaak geweest. Nee hoor, want dat ready cash heb ik. Oh, oké. Okay. Ja, GG, Jordi wint. Kansloos. Weet je door wie je gewonnen hebt? Slime. Slime! Even kijken, wat is het slimste? Onderste. Ja. Het is nog steeds het slimste. Weet je wat het leuke weer is? Het gaat echt nergens meer over dit! Twee. 3. Oh, for fuck's sake! Als er nog kansen waren. Ja, los slime erop, wedden. Wedden, slime landt er nu op. En daardoor verlies ik. Ja. 5, net ja. Nou, dat was niet genoeg geweest. Nee, want ik heb geen stok daar. Nee. Kom op, 6. Kom op, hoog nummer. 4, net niet. Net niet. Oh. GG, Jordi. Min 1, kut. Fucking hell. Jordi heeft gewonnen door fucking slime. Wat we niet hadden verwacht. Nee, want ik wilde deze graag winnen. Ik stond ook op goed om deze te winnen. Ik ga nu natuurlijk nog kijken of ik iets kan fixen. Ja, natuurlijk. Er zitten maar 5 stoks, dat is echt kut. Ja, ik heb 5 in iedere stok, ja, dus... Jij bent ook slim geweest met stoks. Nou, die 5 waren gewoon uit de... Jezus! Uit de suit. Nou, Jordi, fucking GG. Ik vind hem niet verdiend, maar dat ben ik. Nee, ik vind het oprecht niet verdiend. Ik kan alles zeggen, maar ik had deze verdiend om te winnen. Oeh, 11 coins. Echt, ik had deze echt verdiend om te winnen. Qua stocks en alles, ja, eens. Volledig 100% mee. Dit was echt een tactisch slim potje van mij. We have a winner! En toen sloeg de game vast. Ja, toen sloeg de game. Ja, sorry, telt niet. Jongens, ja, maar dan... Wat een bizar potje, zeg. Door de CPU heb je gewonnen. Ja. Als die CPU niet... Bedankt voor het kijken. Ik wil, nou ja, voordat je afsluit, je moet even naar die paragraph kijken. Oh, er is een paragraph. Kijk maar. Tyfus, moet je kijken. Alleen maar omdat slime,
één keer om... Nou, twee keer omeens geland. Die 1900 en 2200. Even naar beneden, dan zien we ook nog de andere stats. Even kijken. Hier, number of payments. Zo laag bij... bij jou, Jordi. Nou, kijk maar naar, Ham. Ja, ik heb 17. Dus qua wat Ham iedere keer voor moeten betalen, viel mee. Kijk, wat ik moest betalen, stel niks voor. Omdat zit ik nog midden onder? Net worth zitten jij en ik wel heel erg dicht bij elkaar, ja. Kijk dan, ik had, als ik level 7 was geweest, had ik gewoon GG gehad ook. Ja. Maar ja, moet je nagaan, dan liep een Milan en ik nog twee promoties achter. Mm-hmm. Ja. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet op de Subpar Guys te kijken. Tot de volgende keer. Adios, amigos.